Is dat gevaarlijk? Nee, absoluut niet. Dat is absurd natuurlijk. Buitenlandse zaken bij ons raadt reizen naar Italië niet af, maar vraagt wel om de richtlijnen van de lokale autoriteiten goed op te volgen. Ook vanavond vertrekken er nog bussen naar de Italiaanse wintersportgebieden. Zolang dat er geen negatief reisadvies wordt gegeven vanuit de Italiaanse regering of van de lokale autoriteiten ter plaatse vanuit de Italiaanse Alpen, ja, dan zijn wij ook verplicht om de reis te laten doorgaan en kunnen wij deze ook niet annuleren of terugbetalen aan de klant. Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Italië niet af. Is dat terecht? Is het veilig om daar te gaan skiën? Ja, absoluut. Ik bedoel alleen maar dat er zoveel paniek ontstaat rond iets waar absoluut geen paniek voor nodig is. Het is oneindig klein om inderdaad besmet te worden met dit virus als men naar deze steden gaat of naar de skigebieden gaat. Dus ik ga er echt vanuit dat dit risico ongelooflijk klein is. En dus er is echt geen reden om daar weg te blijven. Die mensen die nu in Italië geweest zijn, vlakbij het risicogebied, als zij terugkomen, moeten zij naar de dokter gaan, zich toch maar voor alle zekerheid eens laten onderzoeken? Nee, ik denk dat niet nodig is. Donderdag is er een voetbalwedstrijd, AA Gent, ik geloof tegen AS Roma. Er gaan dus bussen komen met Italiaanse supporters. Is dat gevaarlijk? Nee, absoluut niet. Ja. Dat is absurd natuurlijk. Ja. Maar hoe schat u nu de kans in dat het virus ook bij ons zal uitbreken? De komende dagen misschien? Dit kan. Alles is mogelijk. Er zijn nog heel veel zaken die we niet weten over dit virus. Wat we wel weten is dat het dus inderdaad lokale epidemieën kan veroorzaken, zoals in Italië. Wat nog altijd niet wil zeggen dat het om een pandemie gaat. Dat is nog niet het geval. Dus daarom ook moet men niet gaan panikeren. Er is nog steeds geen pandemie. Er is nog steeds geen wereldwijde verspreiding. Oké, dus afwachten. Hè. Dank u wel, professor Goossens. Daar in Italië is de situatie inmiddels zo ernstig dat uitvaarten met nabestaanden verboden zijn. Europa, zo weten we sinds een paar dagen, geldt als het nieuwe epicentrum. De begraafplaats van Bergamo is afgesloten. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, worden de doden in eenzaamheid begraven. Nabestaanden mogen daar niet bij zijn. In het grotere Brescia, ten oosten van Bergamo, gebeurt hetzelfde. Poi in questo momento abbiamo sospeso anche i funerali, quindi dal punto di vista anche dell'accompagnamento dei defunti, questo è un problema, però per evitare il contatto in una prima fase si facevano i funerali con la presenza solo dei parenti stretti. Adesso praticamente si porta direttamente la salma o al cimitero. Voor de gezondheid van de overlevenden wordt met man en macht gevochten. Deze beelden laat Sky News zien. Het gaat om een noodafdeling van het ziekenhuis van Brescia. Patiënten worden hier op veldbedden verpleegd. We hebben purtroppo patiënten, sani, senza patologie, in anamnesi, die 30, 40, 50 anni, che vengono intubati e vengono ricoverati in terapia intensiva. Quindi bisogna dire chiaramente che il coronavirus purtroppo attacca tutte le età. De regio is stilgezet. Bedrijven zijn gesloten. Inwoners mogen hun woonplaatsen niet verlaten. En alleen voor het hoognodige, zoals dagelijkse boodschappen, mogen ze de straat nog op. Inmiddels zijn meer dan 21.000 Italianen positief getest op het coronavirus. Nederland loopt ongeveer 2 weken achter in ontwikkeling. Maar die ontwikkeling in aantal besmettingen volgt tot vandaag bijna de lijn van Italië. Perché è chiaro che poi c'è il tema ma il commercio e l'economia. Però bisogna restare vivi.